actie. Hallo, wij zijn het comité van de Veiligste School van Nederland. En wij willen grote ongelukken voorkomen. Daarom is er elk jaar de Veiligste School van Nederland Award. We hebben beslissing genomen wie er dit jaar heeft gewonnen. De school weet nog van niets. We gaan ze vandaag verrassen. Kom maar mee. Hier zijn de leerlingen van groep 7. Zij vinden deze school saai omdat het zo veilig is. Zij mogen bijvoorbeeld niet meer naar boven, want de trap is niet veilig. Ja, en nu krijgen we les in een kleuterklas. Maar veiligheid is het allerbelangrijkste. En daarom is basisschool De Curling de veiligste school van Nederland. Maar hoe veilig is deze school echt? Jullie mogen even op de gang gaan werken. Alleen, er wordt niet gedacht aan de veiligheid online. En neem jullie Chromebooks maar mee. Tot straks. Kom jongens, we gaan aan de poster werken. Maar wisten jullie, boven is de wifi veel beter dan hier beneden. Nou, dan gaan we toch naar boven. Maar we mogen toch niet naar boven? Die trap is niet veilig, zegt de directrice. Kom jongens, we gaan gewoon naar boven. We moeten een opdracht doen, nou dan gaan we dat gewoon ja, doen. Ja, kom man. Wat zijn jullie nou aan het doen? Nee, niks hoor, mevrouw directrice. Jullie weten dat het verboden is om naar boven te gaan. Ja, maar... Jullie gaan gelijk naar mijn kantoor en reken maar dat jullie strafwerk krijgen. Ja, maar... Ik ga nog even naar de wc, ik kom er zo aan. Dat had de directrice beter niet kunnen doen. Ik heb hier echt geen zin in. Nee. Echt die stomme strafregels. Ik heb er echt geen zin in. Jongens, moet je dat eens zien? Zijn dat nou wachtwoorden van de school? Dat is toch echt zo dom om dat daarop te hangen? En alle wachtwoorden zijn zelfs nog hetzelfde. Ja, maar dan heb ik misschien wel een idee. We gaan gewoon die school hacken. Ja, dat is haak nemen op de school. Dat heb ik altijd al willen doen. Oké, jongens, pak die wachtwoorden. Wacht, 0000. No. Jongens, ik zit erin. Ja! Oké, wat gaan we doen? We gaan gewoon alle gegevens van de leerlingen online zetten. Ja, eens kijken of de school dan nog steeds zo veilig is. Ja. Zo, daar ben ik dan. De directrice was al te laat. Alle gegevens stonden online. Een paar hackers vonden deze informatie. Hey, ik heb nieuwe data gevonden op het internet. Ja, wat dan? Wachtwoorden van een school. Mooi, die gaan we eens gebruiken. Ik bel hem gelijk op. Waarvoor gaan ze die wachtwoorden gebruiken? 3, 2, 1, actie. Yo, 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 yo. En met wie zijn ze aan het filmen? En waarom? Doordat de criminelen nu alle gegevens van de school hadden, konden zij nu ook alle leerlingen bereiken via hun laptops. Wat gaat het toch fijn in de klas? Huh, wat is dit nou? Wat is er? Moet je zien wat ik op mijn Chromebook krijg. Wat is yo, dit? Yo, yo. Is jouw leven saai? En wil je wat extra money? Koning Goekje kan je helpen. En je kan er ook rijk mee worden ook. Wow! Haal elke dag geld uit de spaarpot. En ga daarmee verder op school. Win 5 euro door de krulle broek van de juf te raden. Of 20 euro als je raadt wie er gaat winnen bij Gym. En dan heb je binnen een paar dagen 3 miljoen euro. Ga nu naar koninggokje.nl. Hey Laura, bij mij gebeurt het ook. Wat? Ja, op meerdere laptops kwam opeens een gokreclame voorbij. Over hoe je snel rijk kan worden. En tja, dat vonden de leerlingen toch wel interessant. Het is eigenlijk best wel een vette reclame. Ik moet jullie eens kijken. Hier kunnen we echt rijk mee worden. Ja, dit ga ik echt wel doen hoor. Volgens mij is gokken echt super cool. Ja, volgens mij ook. Ja. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Even later op het schoolplein. We krijgen nooit zo'n reclame op onze Chromebooks. Ja, dit is echt raar. Hoor, luister nou. We kunnen rijk worden. Dat zegt die reclame. Ja, maar jongens, ik wil wel rijk worden hoor. Anders ik wel hoor. Ja, ik ook. We gaan beginnen met ons eerste weddenschap. Kop of munt? Munt. Ja, en dan? Als het munt is, krijgt ze van mij 10 cent. Oké, en als het kop is? Dan krijg ik van haar 10 cent. Kijk, en nu is het kop. Ik heb gewonnen. Oké, je hebt gewonnen. Hier is de 10 cent. Yes! Oké, maar het gaat eigenlijk wel heel makkelijk zo. De gokreclames die de leerlingen nu elke dag te zien kregen, zorgden ervoor dat ze verslaafd werden aan gokken. De juf had niks door en dacht alleen maar... Ze zijn de laatste tijd zo gezellig aan het spelen met elkaar. Ze wist niet
dat gezellig spelen gewoon keiharde weddenschappen waren. Zoals bijvoorbeeld de bottle flip. Mijn best gaat je toch niet lukken. Nou, let maar op. Kom maar op met het geld. Zullen we een weddenschap doen? Wedden dat het gaat regenen. Tuurlijk, het gaat toch niet regenen. Wij doen mee! Oké, wacht maar. Schoolvoetbal is geweest. Wie heeft de uitslagen? Ik heb ze hier. Basisschool Klaproos tegen basisschool Zonnebloem. 3-0. Wie had het goed? Ja, ik. Ik had 3-0. Oké. Klasgenoten die de wachtwoorden online hadden gezet, zien dat hun plan lukt. Dit zal ze leren op dit veilige school. Met al die stomme regels. Ja, maar ik wist niet dat onze klasgenoten zoveel geld hadden. Waar halen ze nou al dat geld vandaan? Even later in de klas. We gaan vandaag het kilowatt leren. Wie weet wat het kilowatt is? Jij daar. Kilowatt is? Ja, jij bent betrapt. Dit had ik dus expres gedaan. Ik miste heel veel geld. Maar dat was jij dus. Ik wil alles terug, ook van de afgelopen weken. Dat heb ik niet meer, juf. Hoe bedoel je dat heb je niet meer? Nou, kijk het, juf. Ja, je kunt maar beter eerlijk zijn. Waar is mijn geld? Dit is ook van jou, juf. Ja, en dit ook. En dit. En dit. En dit ook. Sorry. Maar wat hebben jullie dit allemaal van mij gestolen? Ja. Nou, wat is hier aan de hand? Vertel. We doen allemaal weddenschappen voor geld, juf. Ja, en thuis was mijn spaarpot helemaal leeg. Ja, bij mij ook. Alleen we willen net zo goed worden als koning Gokje. Daarna hebben we dus ook geld van u geleend. Gestolen bedoel je? En wie is koning Gokje? Koning Gokje, dat is van de reclame die elke dag op ons laptop komt. Ja, kijk juf, deze reclame. Extra money. De juf gelooft niet wat ze ziet. En er zit maar één ding op. Jullie hebben echt heel wat uit te leggen aan de directie. Op het kantoor snapte de directrice niet hoe het kon gebeuren. Op haar school. Dit is een van de veiligste scholen van Nederland. Denkt u dat echt? We gebruiken geen trappen, we hebben geen voetbalveld en we gebruiken geen scherpe potloden. In de echte wereld is alles goed geregeld. Maar in de digitale wereld nog niet alles. Maar hoe bedoel je de digitale wereld? Kijk eens achter u. Ja, wat is daarmee aan de hand? Het zijn gewoon de wachtwoorden van de school. Maar ze hangen hier waar iedereen het kan zien. Alle wachtwoorden zijn hetzelfde. 0000. Dat is dus echt niet mediawijs. We hebben wel wat tips voor u, zodat de school digitaal veilig wordt. Ja. En met deze tips werd de basisschool De Curling ook online veilig. Wat zijn jullie nou wel... Wat moest ik ook weer zeggen? Je hebt een blooper gemaakt. Oh yes. Zo, ja, dames en heren. De eerste blooper! Yeah! 2, 1. Wat moet ik ook weer zeggen? Nog geen keer. We beginnen met onze eerste weddenschap. Pop of munt? Hey. Ja, jongens. Kijk jongens, ons plannetje lukt. Hè? Basisschool Klaproos. Klaproos? Ja, Klaproos. Maar dit... Ik bedoel, we maken geen gebruik van de trappen. We hebben geen voetbalveldje en we gebruiken geen... Ja, en alle wachtwoorden zijn hetzelfde. 0-0-0. Nee. Of 20 euro. Of vier... Of... Dat is zo moeilijk. Oh. Hey, dankjewel voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. Nou, vergeet natuurlijk niet deze film nog even een dikke like te geven. En verder abonneer je even op ons kanaal, want dan mis je geen enkele kinderrechtenfilm. Hey.